dat blauw en met dat wit. Ik vind hem echt fucking awesome. En ik heb hem ook blauw met rood gehad. En ik heb weet ik wel, heel veel verschillende kleuren gehad. Maar dit vind ik echt de vetste. En ja, ik ben benieuwd wat jullie ervan vinden. Wat jullie ervan zeggen. En eigenlijk moet ik mooi zo doen. Hè? Mooi groen achter ons. Zo mooi voor thumbnail. Nou, in ieder geval, dit is het politiedag maar. Die wil ik even afschudden. En dan gaan we zo meteen even race starten. Misschien dat ik ergens nog een wingetje kan overvallen. Oh, zie die! Dat was wel badass. Dat scheelde wij niet. We gaan hier naar links. Ik ben nu level 78, want best wel random. Ik ging level up en toen stond er ineens een beeld van: hey, gefeliciteerd, je kan een RPG. Toen ging ik naar die wapenwinkel toe. En toen kon ik helemaal geen RPG. Dan kon je pas bij level 90 of zo. Dus ik ga even kijken of dat nou veranderd is of dat daar gewoon random was. Want ik zweer dat je daar in beeld kwam staan van: hey, gefeliciteerd, je hebt een RPG. Dus dat, hey, chill. En toen stond, nee, grapje. Trouwens, misschien nog handig om te weten. Heel veel mensen die vroegen laatst van hoe kan het dat ineens de Tommy Gun, oftewel de sweeper, weg is. Nou, hij is er dus weer. Dus mocht je dat ding missen, hij is er weer. Je hoeft hem niet te kopen, hij staat er gewoon bij dus. En... ah, jammer. Ik had gehoopt van RPG, want ik zag ineens het ding. En level 100 zelfs. Dat gaat nergens over, man. En heb ik ammo. Ja, ik kan niet heel veel geks kopen. Dat pistoltje. F-pistol. Oh, wacht. Die zal natuurlijk helemaal gepimpt en alles. Sweeper. Nee, ik kan nog steeds dat ding niet, die RPG. Ik vind het echt jammer, ik had echt gehoopt. En die sniper level 90. Dat ding is zo badass, hè. Maats mij heeft nu ook die sniper. Dat ding moet zo fucking sterk zijn. Nou, ik denk dat het een hele saaie lobby is om hier free roam in te doen. Want niemand doet er gebeurt niks. En er zitten best wel mensen in, kijk maar. Dus ik ga denk ik toch zo meteen even een race zoeken. Het beste is eigenlijk altijd die random dingen. Maar als je gewoon random aan het spelen bent, dan ga je altijd van die gekke dingen meemaken. Helaas speel ik dan toch daarvoor te weinig GTA. Want laatst had ik wel één keer iets fucking vets. En dan record je weer niet ofzo. Hè? Dat is zo stom. We hebben de gameplay wel gerecord. Maar het was niet live record zijn. Met commentaar erbij. En daar komt iemand aanrijden. Ik weet niet. Oh wacht. Ik ben daar. Ik ben benieuwd of ze dat ik afslaan. Want dan komen ze achter mij aan. En daar hoop ik in principe wel. Even kijken. Als ze daar afslaan dan weet ik genoeg. Zie ik ergens nog. Nee, ze rijden. Zie ik ergens nog iets wat kan overvallen? Volgens mij nergens hier in de stad. Dan moet ik helemaal richting hierboven. Hey, je kan er eentje over. Oh, 2, sweet! 3, holy fuck, dat is een feest. Oké, we gaan even die ding overvallen. Heb ik zin in? Just because I can. Oké, ik ben benieuwd hoeveel ik uit die kast kan plukken. Want de laatste keer dat ik die ding overviel, deed ik dat fout volgens mij. Want ik kwam gelijk schieten naar binnen. Hey, wacht trouwens even, ik zag net nog iets. Toen ik daar stil stond. Even teruggaan. In ieder geval, ik ging altijd schieten naar binnen. Want dat moet in de campaign bij kledingzaken. Alleen, ja, je moet het natuurlijk niet doen bij dingen die je al kunt overvallen. En ik zag net trouwens dit staan, dus ik ging eigenlijk niet naar binnen. Ik denk, dat doe ik zo meteen wel, maar ik kreeg weg. In ieder geval, ik ben benieuwd. Kan ik... oh, ik kan hier niet eens naar binnen. Oké, nou, dan weet ik het ook weer. Het lijkt er echt op dat je daar naar binnen kan. Dat je gewoon naar binnen kan kijken en zo met een glas. Dus misschien dat er ooit iets is voor toekomstige DLC. Wie weet, hopelijk. Ik hoop het echt. Dat zou zo fucking awesome zijn. Maar ja. Op zich volgens mij nog best een heel ritje die moet rijden nou. Maar we hebben een snelle auto, dus daar moet het goed komen. Wel chill dat er echt 3 op een rijtje zitten. Dat is best wel epic en ik moet hem... nee, oh. Hoppakee. Free run, free room, vat, alles. Maar niet uit. Oké. Rechte stuk dalen, kunnen we mooi blazen. En dan kijken of ik de ijzeren race kan vinden. Want ik heb de laatste keer gekeken voor Team Deathmatch. Ik wil graag Team Deathmatch doen. Maar ik heb echt een half uur in die lobby gezeten. Toen startte de match en toen werd ik uitgekikt. Ik denk, ja, hey, dat ga ik echt niet nog een keer doen. Misschien als ik een keertje mijn internetkabel in de PlayStation daar. Want er stond iets van netwerk, blablabla. Oh. Dus misschien dat het eraan lag dat ik op FIFA speelde. Want ik heb een internetkabel, maar die zit eigenlijk altijd in mijn PlayStation 4. En ik heb nooit echt zin om dat ding te wisselen. En ik heb maar 1. En ik moet er eigenlijk iets bij kopen. Dat is zo gedaan. Maar ik ben daar te live voor. En dit ding gaan we over. Hoe gaan we het doen? Ik wil eigenlijk met een shotgun. Maar ik ga toch met de Tommy Gun. Dat is toch wel sick. Hallo meneer. Hallo. Geef me even alles wat je hebt. Kom aan. Volgens mij schiet iedereen altijd op die flessen die er staan. Dat is gewoon... ja, dat moet je gewoon doen. Kijk, 1 kogel. Al die flessen die springen. Al alles in de omgeving. Kom aan. Schiet op man. Ik heb die hele dag de tijd. Kom aan. Ga dood. Soms dan zit er nog meer. Oh, 2000. Soms zit er nog meer in die kast, maar volgens mij nou niet. Oké. Let's go. We gaan naar de volgende. Dan moet ik al snel zijn, want ik wil ze eigenlijk allemaal achter elkaar doen. Ook heb ik nou al politie achter me aan, dus dan moet ik al godsgruwelijk snel zijn. Hopelijk zien ze mij hier nou niet heel mooi oversteken en rechts op die auto. Waarom? Oh, ik wil die roest... oh, jammer. Ik wil die geroeste auto, maar er zat er geen wiel onder. Dammit. Zit ik nooit mee. Oké. Het is perfect neer hier. Ik heb 3 sterren, maar dat kan niet kwaad. Come on, laat maar erdoor. Hallo. Wat de fuck is die vent heen? Oh, hallo. What the fuck? Nee, waar ga je heen? Klootzak. Dat is fucking random. Zo. Hier niet? Nee? Oké. Ze hebben niet heel veel verdiend vandaag. Oh, daar ligt er geld. Echt precies een ding. Yay, $100. En als hij doet, dan komt er 2000 uit zo. Ik denk dat ik nou een beetje probleem heb, want ik zit nou een beetje vast. Werkt die ATM hier eigenlijk? Oh, die werkt gewoon. Lol. Nou. Eventjes op de bank zetten. Rust, jongens. Rustig. Blijf even buiten staan. Niks aan de hand. Ik eventjes... wat? Oh shit. Nee, ik kan... Nee. Nee, wauw. Godverdomme. Dat was ook niet de bedoeling. Ze kunnen gewoon naar binnen schieten. Ja, dat is vrij logisch, maar dat had ik niet verwacht. Want normaal doen ze dat niet echt, volgens mij. Wat? Wat? Nee! Waarom mijn auto is in beslag genomen? Oké, fuck die auto. We pakken een nieuwe. Mechanic. Als hij maar even iets anders komt brengen dan. Hij staat nog wel op de minimap. Ja, maar hij staat wel op de minimap. Die kan hij dan niet brengen. Maar ik vind het gek. Oké, welke zullen we pakken? Hey, dat is allemaal niet veel. Dus we gaan voor de... welke zou ik pakken? Ik weet het niet. Ik kan niet kiezen. Waarom ook niet? We pakken een keer een Bugatti. Doe dat maar, ja. Het stomste nou is nou, als ik nou hier wegloop en ik ga hier staan. Dan brengt hij hem naar de plek waar ik net stond als goed. Dus dan staat hij daar ook daar ergens. Ik weet niet 100% zeker, maar dat is meestal wel... Come on! Oh ja, ik kan er niet slaan. Je ziet hier nou stilonder. Zo random gewoon. Oh, je was daar random. Oh, wacht, ik wou die auto, hè. Die is zo vet. Oh, daar zaten geen wielen onder. Nee. Kan ik helemaal niks mee. Nou, pak ik maar die goedkoop Bugatti. Rommel allemaal. Psst. Hoe kan het ook? Dus, dit is de laatste die ik wil doen. Die hier, die is ineens random verdwenen. Misschien omdat ik daar net al een keertje over heb gedaan. Dat ze dachten van, oké, we blijven wel even een weekend dicht. Of een dag, whatever. Zou kunnen. Ook hebben ze niet heel veel verlies geleden, want ik had maar $98 meegenomen, dus niet janken. Oh, hoppakee. Precies dus door. Let's go. Fucking veel vrachtwagens hier, echt fucking veel. Ik had laatst ook echt een super vet iets en dat was, ik zat in een vrachtwagen, ik had een bounty. En echt allemaal mensen kwamen achter me aan met helikopters en met jets en shit, storten allemaal voor me neer en zo. Als het goed is heb ik die gameplay nog, dus die kan je nog wat zien, alleen zonder commentarie. En hallo, geef me alles wat je... Waarom hebben ze gelijk die 3 sterren politie, jongen? Come on, werk door, jongen. Ja, dat gaat sneller. Jezus Christus, man. Hup, hup. Oké, je wordt niet per uur betaald, maar iets sneller mag wel, hè. Let's go. Oh, 4000. Hey, dat doen we netjes. Hey, sorry voor dat, man. Ik kan niks doen. En... daar ligt nog iets. Oké, 51. Voor $51 heb ik die vent doodgeschoten. Dat is best wel triest. Maar weet je wat ik hem geef? Helemaal niks. En dan gaan we heel snel hier weg. Let's go. Let's go, let's go, let's go. Als ik nou een RPG had, dan had ik gelijk de hele tijd geschoten. Ik heb nou ook een leedluis, ik kan hem nog wel. Maar fuck it, we gaan even ontsnappen met een Bugatti. Dat moet lukken. En... nee, zit die ding. Dit stuurt echt voor gemeten. Ik stuurde vol naar links. Of naar rechts. Wat deed ik? Ik weet niet meer. Maakt niet uit. Whatever. Oh shit, politie. Hop. Ik weet nog steeds of dit wel echt de snelste auto is. Want volgens mij is die... hoe heet dat andere ding ook weer? Infinity. Die is volgens mij wel sneller als dit ding. Eigenlijk... oh shit, eigenlijk wil ik nog een keer een vrachtwagen. Dan ga ik proberen van de politie te ontsnappen met een vrachtwagen. Maar ik denk dat het echt niet eens mogelijk is om dat überhaupt te doen. En een spike strip. Alsof ik die niet zag. Noobs. Ja, oei, die kerel, ik weet ook niet wat die... nee! Nee! Holy shit! Wow! Holy fuck! Die was zo awesome! Die was zo awesome. Ik had niet verwacht dat ik daar zou overleven. Want ik kreeg vol op de pompstation in. En volgens mij is die kerel off the radar, is die geliefd? Ik dacht serieus dat er iemand... er was net hier wel iemand, ik denk die zou off the radar doen. Oh, waarom ga ik eigenlijk richting een lege basis? Dat is niet heel erg tactisch, denk ik. Oh, holy fuck, wat ik daar overleefd. Dat was zo sick. Dat was echt sick. Damn. Wat ik jammer vind trouwens, dat je niet onder die vrachtwagens door kan. Dat hebben ze dichtgemaakt. Het zou zo vet zijn als dat kon. Oh shit, wat doe ik? Als dat kon, dan zou ik dat iedere keer doen. En wat ik hier van plan was, vragen me niet. Want ik weet het niet eens. Oh. Ik weet niet waarom, maar dit doet me al denken aan Fast and Furious. Zo je moet afrijden, zo'n politieauto dan zo. Dat is volgens mij een Fast and Furious 1. Jezus, laat me er langs. Dat hij zo recht een politieauto afrijdt en dan zo'n dikke actie doet. Oké. Ja, ik weet maar gewoon niet waar we heen moeten, want... Kan ik? Ik wist eerst dat ik hier links kon. Oh, wacht, dat is een zandpad. En rechts, daar is misschien hier op de acties. Wacht, dat kunnen we proberen. Volgens mij heb ik dat al een keertje eerder geprobeerd. Te ontsnappen door middel van zo'n jet die je had. Misschien ga ik dat gewoon nog een keer doen, want... Ik zie het toch niet gebeuren dat ik dit... Oké, ik kan eigenlijk makkelijk overleven. Maar ik wil het gewoon een beetje spannender maken. We gaan gewoon die lege basis in. Proberen ondertussen gelijk een jet te jatten. En dan is dat gewoon de meest epische... Weet ik veel... winkeloverval die er ooit is geweest. Ook nog ontsnappen met een jet die gejat is uit de lege basis. Weet je, dat kan het er niet meer. En holy fuck, ik ging bijna over de dingen heen. Ik denk dat ik een probleempje heb, want ze zullen zo meteen wel een paar tanks op me afsturen. Hopelijk zit hier ergens een jet, ergens in de buurt. Dan zou het allemaal net een stukje makkelijker maken, maar nee, toch net niet. Jawel. Perfecto, perfecto. Oké. Let's go. Zo heel veel tijd heb ik niet. Let's go, let's go, let's go. Nee, nee, wat zeg ik nou? Ik heb niet veel tijd, ik moet niet over te gaan lopen. Weet je wat, die Bugatti mag je houden. Die zal evenveel kosten als een jet. Nou, dat sowieso nooit, want een jet die kost fucking veel geld. En nog steeds snap ik niet waarom je altijd op dat ding trapt. Ik snap dat nog steeds niet. Let's go, let's go, let's go, let's go. De laatste keer dat ik hier ontsnapt was, kreeg ik jets achter me aan. Ik snap nog steeds niet waarom dat was. Oh, shoot. Dat was fucking kloot. Holy shit. Oh, damn it. Oké, ik weet niet wat daar allemaal vandaan kwam. Volgens mij, hier, achtervolgen me nou. Ik zie zo snel niks. Maar ik weet dat de laatste keer werd ik achtervolgd door een jet. Dat heb ik echt nog nooit meegemaakt. Ik zie nou niks. Ik moet wel goed stomme kijken dat ik daar deze aanvlieg. En ik zie daar iets knipperen. Ik denk dat het die politiehelikopters zijn. We hebben in ieder geval een jet gehad. Jee, wat leuk. En dat is die politiehelikopter. Wacht, nee. Ja, jet. Oh shit, nee, weg. Weg, weg, weg. Nee, weg. Weg, 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 weg. Oh, nee, nee, nee. Oh, shit. Nee, nog een. Nee. Oké. Get out of here. Get out of here. Oké, what the fuck. What the fuck. Ik deed parachute open. Ik zweer het je. Maar dat was het. Ik snap nog steeds niet waar die jets vandaan komen. Ik wou de ding uit de lucht schieten, maar ik wist niet hoe ik die minigun kon veranderen in raketten. En time of start. Helemaal leuk. Maar in ieder geval, ik denk dat ik het hierbij laat. Want ik ben toch al een kwartiertje bezig. Mijn telefoon ging net af. Ik zet altijd een timer op mijn telefoon. Want je weet nooit echt hoe lang je bezig bent met GTA. Want bij Call of Duty kun je bijvoorbeeld zeggen een match of twee matches. Dan weet je wel ongeveer hoe lang dat duurt. Alleen GTA is gewoon zo random. Je weet nooit hoe lang je bezig bent met iets. In ieder geval, ja, ik hoop dat jullie de video leuk vonden. Die GTA race, die houden jullie nog te goed. Dus ik hoop dat jullie dat leuk zullen vinden voor waarschijnlijk de volgende video. Maar als je deze video leuk vond, laat eens met een like achter. Abonneer voor meer. En tot de volgende keer weer. Adieu.